Zowat 4 uren rijden Duitsland in, leidt het dorpje Worpswede. Een rijstig plakje met een soort ateliers en kunstenaars. Worpswede is lykwels een dorpje met kunsthistorisch belang. Want rond 1900 wie dit een creatief broersplak voor een tal Duitse kunstenaars. Het wie ook het dorpje dat Paula Modersohn Becker bloeit hier. Zij wie een wichtige Duitse expressionistische kunstschilder en is nog heel tijd een inspiratiebronne voor een soort schilders. Ik tref hier Juurt Ron Mannheim, een echte Paula Modersohn Becker kenner. Om die reden is hij aanst ook gastcurator bij de expositie Hoe deze Duitse schilderes in Museum Belvedere. Dat museum exposeert Paula's werk onder andere omdat het landschap in Jereveen lijkt op dat van Worpswede. Ze was aan de ene kant zeer dromerig, had een grote fantasie, een sprookjesachtige fantasie, sterk romantische trek. Aan de andere kant was ze als vrouw uiterst zelfstandig en ze wist welke weg ze wilde gaan en ging die ook. Schreef ook aan haar ouders en aan haar broers en zusters, ja, ik ga mijn eigen weg. Ook als het jullie vreemd voorkomt, dat is de weg die ik moet gaan. Het was heel uitzonderlijk natuurlijk in die tijd. Kijk, dit is een van de bijzonderste plekken in Worpswede, want hier, achter deze ruiten, is het grootste deel van het werk van Paula Modersohn ontstaan. En daarin heeft Paula vanaf 1900 een atelier gehad. Dus zeg maar, een heel groot deel van het oeuvre is hier achter deze raampjes ontstaan. Wat doet dit nou maar jou, dat jou hier nou zou staan? Als ik hier sta, dan heb ik echt het gevoel, ik klop direct aan de deur en ik zeg, hallo Paula, mag ik even binnenkomen? Het is zo reëel. Dus het is een ongelooflijk authentieke plek en dat is mooi om dat te beleven. Je mag niet vergeten dat Worpswede is een kunstenaarsdorp ook met heel andere kunstenaarsnamen. Het draait niet allemaal om Paula Modersohn, maar de Paula Modersohn Becker specialisten die komen hier kijken. Direct als de oren kunstenaars leidt Paula in en om Worpswede heen, het platteland, de loften en haar bewenners vast op het canvas. Maar wat voor invloed heeft Paula's werk op de kunst? Je kunt niet zeggen dat zij onmiddellijk kunstenaars heeft beïnvloed. Tijdens haar leven is er maar weinig van haar werk zichtbaar geworden. Doorbraak naar het publiek kwam pas na haar dood. En ze laat wel heel precies zien wat er op dat breukvlak van moderne traditie en echte avant-garde gebeurde in de kunstenaarswereld. Toen ze er maar pas een paar maanden woonde, leerde ze hier ook Clara Westhoff kennen, die later met Rilke zou trouwen. En met Clara samen maakten ze veel wandelingen. En bij een van de wandelingen kwamen ze terecht bij de kerk. De deur was open. In de kerk vonden ze de deur naar de kerktoren. En ja, als je naar boven in zo'n kerktoren bent en je ziet daar een grote klok hangen met zo'n mooi touw, dan moet je daar natuurlijk aan trekken. Maar ja, als de kerkklokken luiden buiten de zondag om, dan betekent dat brand in het dorp. Dus het hele dorp liep uit. En de beide dames waren natuurlijk zeer schuldbewust. Maar als straf moest Clara, die beeldhouwster was, mooie engeltjes boetseren voor de muur van de kerk. En Paula moest er wat omheen schilderen. En dat is allemaal nog in de kerk bewaard gebleven. Maar waar zijn nou de schilderingen van Paula? Schönen guten Tag. Guten Tag. Wo ist die Malerei von der Paula in der Kirche? Die ist hier in der Kirche. Ja, wo? Das ist Ihre Führungsaufgabe, so etwas zu entdecken. Oh. Ach, natürlich. Na, oh, daarboven. De engeltjes van Clara Westhoff en de bloemetjes van Paula. So ist es.
Na? Ja. Nou, we bevinden ons nu in het, het meest prominente museum van Worpswede. En hier in dit museum bevindt zich heel veel werk van de kunstenaars van de kunstlerkolonie Worpswede. Paula Moderzoon, van de andere kunstenaars, onder andere van Heinrich Vogeler, zoals dat schilderij achter mij. Maar waarom is Paula Moderzoon-Becker nou zo interessant voor jou? Ze wist al snel dat ze verder moest komen dan de mensen waar ze hier in Worpswede mee omging. Ook verder dan de mensen van wie ze les kreeg. Ze kreeg schilderles bij Frits Mackensen. Maar ze ontdekte al snel dat daar een zekere stilistische beperking aan zat. En dat zij andere wegen moest bewandelen. Dat maakt het voor mij heel interessant. Broek, Bobeling, Schröder, Gesine, Tietje, Wilhelmine. Dit is het graf van Paula Moderzoon-Becker. Het is heel vroeg gestorven. Op 2 november 1907 werd haar dochtertje Mathilde geboren. En nauwelijks 3 weken later, op 20 november, is ze aan een embolie overleden. En als jou je nou zou stingen, is dit nou dan een tragisch plak? Ja, kijk, het heeft natuurlijk iets tragisch. Als een mens in het begin van de carrière. Het werk was buiten de vriendenkring nog volkomen onbekend. En zelf had ze kort tevoren gezegd dat ze nog wel een paar jaar nodig zou hebben om echt haar eigen weg te vinden. En ja, als iemand dan zo jong sterft, dan is dat wel tragisch. Nou is het inmiddels al zo lang geleden, meer dan 100 jaar... dat er, nou ja, op een gegeven moment neemt de geschiedschrijving het over van de tragiek. Dus het wordt gewoon een stukje geschiedenis. Maar je blijft hier wel herinnerd worden aan het feit van die vroege dood. Sneur start de expositie op Paula Moderzoon-Becker in Museum Belvedere. Dus ze rent aan de 100 mei 10 juni.